Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik heb eigenlijk al een mini stukje gevlogd in de ochtend, maar die zit verwerkt in mijn vorige vlog. Ik had toch besloten om die te uploaden, omdat ik toch nog 25 minuten of zo aan materiaal had. Ik heb trouwens een beugel in vandaag, omdat ik s'nachts vergeten was om deze beugel in te doen. Dus ik dacht, nou, dan maak ik zo wel die 8 uur vol. Ik heb een muts opgeraakt, ik zie er niet uit. Ik heb de make-up binnen een paar minuten gedaan. En ik heb mijn wenkjes trouwens zo gedaan zoals mijn zusje me altijd doet. Maar I'm not really feeling it. Bij haar zat het super mooi. Zo bushy. Ik ben weer zo aan het slissen. Niet normaal. Bij haar staat het zo bushy. En bij mij denk ik echt, wat is dit? Zo grijs. En nou ja, goed. Oké, maakt niet uit. Ik ga naar de kapper. Misschien merk je het aan. Ik ben een beetje gestrest. Een beetje geïrriteerd. Lichtelijk geïrriteerd. Nou, flink geïrriteerd moet ik heel eerlijk zeggen. Ik moet even stoom afleggen. Ik merk dat ik zeg maar... Ik heb heel veel behoefte aan, aan kickboksen weer. Omdat ik dat zo een fijn sport vind. Ik ben daarna gewoon een heel vrolijk mens. Gewoon even alles eruit, weet je wel. Niet eens dat ik eigenlijk... dat die keren dat ik les had, dat ik het zeg maar agressie voelde of zo. Eigenlijk helemaal niet. Maar het is toch heel fijn om gewoon een hele harde stoot uit te delen. Het is echt goed voor je. En die personal trainer die ik had, die is gestopt. Tenminste, die doet nog wel volgens mij lesgeven in de sportschool, maar niet meer personal. Ik wou deze vlog zo graag zo positief beginnen en eindigen, maar ja. Hè, reality is dat ik wel eigenlijk best wel heel erg geïrriteerd was gisteren en vandaag. En het komt gewoon door hele kleine dingetjes bij elkaar, zeg maar 10 kleine dingetjes bij elkaar die dan één grote bom vormen. En dat ontploft dan op een gegeven moment zo in mijn hoofd, weet je wel. Ik denk trouwens dat ik wat lichter ga, dus echt nog wat blonder. En puntjes eraf en het oranje gloed weg. Achmed zei al vandaag, ik heb het idee dat je op het randje zit van mijn mental breakdown. Ik zei, dat klopt. Hij zei, wil je een knuffel? Ik zei, nee, dat wil ik niet. Dan ga ik ontploffen. Ik heb net de allerlekkerste hoofdmassage gehad. Zo lekker. Goedemorgen, het is vandaag dinsdagmiddag en het is weer zo'n dag dat hij niet wil slapen en hij ligt nu op bed, maar ja, het is inmiddels al bijna 4 uur, maar let it go, hoe meer ik denk, zeg maar hoe meer ik het los kan laten, hoe makkelijker het is voor mij, maar ja, soms denk je toch wel van, niet eens voor mij, maar gewoon dat ik denk, oké, je hele ritme is nu weer echt naar de piep, maar goed. Ik hoor van heel veel moeders dat sprongetje 7 echt een pain in the ass is. Dus dat geeft me ook wel een soort van een fijn gevoel. Dat ik weet dat ik niet de enige ben. En hij is ook wel weer heel grappig hoor. Echt helemaal stuk. We gingen echt stuk. En ik zocht mijn vlogcamera, kon hem weer niet vinden. Maar vaak als ik een camera erbij pak, dan stopt hij ook. Eigenlijk dan is hij gewoon afgeleid. Maar ik heb een heel leuk filmpje dat ik zo even kan laten zien. Echt cute geworden. En... vandaag, de laatste tijd een beetje druk in mijn hoofd, een drukke dag of zo. Misschien net voordat ik ga, dan ben ik altijd zo'n kip zonder kop, weet je wel. Ik denk, ik moet 100 dingen doen en ik krijg maar echt de helft gedaan. En de helft is gewoon, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Dat zit dan in mijn hoofd. En dan uiteindelijk ben ik helemaal niet echt productief, heb ik het idee, maar heb ik ook helemaal geen tijd. Dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Roodje ligt op bed, ik ga nu even wat eten. Ik ben vet aan het cheaten de laatste tijd. Ik voel me daardoor echt minder goed en veel zwakker weer in mijn armen en zo. Maar ja... Ik heb gewoon soms echt geen tijd om nog even wat gezonds te eten. Dus Achmed heeft echt wel een heerlijk broodje carpaccio gehad van het benzinestation, wat zo lekker is hier. Dus dat ga ik even eten. En volgens mij had hij ook nog soep gemaakt. Hij is echt de allerliefste. Ik zou niet weten wat ik zonder hem zou moeten. Ik ga straks even snel naar de kleding maken, omdat ik nog wat dingetjes heb die ingenomen moeten worden. Dat ik dat in ieder geval mee kan nemen op vakantie, anders vind ik het zonde en die dingen zijn echt nog mooi en nog nooit gedragen. Ik kreeg wel trouwens een opmerking, niet alleen op YouTube hoor, maar op YouTube was het er maar één, zag ik. Maar ook wel DM's van, goh, ik vind je echt te dun en ik vind dat je echt te veel afgevallen bent. Nou, sorry, maar echt een dikke middelvinger, want ten eerste, tuurlijk wilde ik van mijn zwangerschapskilo's af, heel graag. En dat ging er toen af en...
Ik voelde me gewoon niet gezond. Ik was niet gezond. Ik at niet gezond. Dus ik ben gewoon heel gezond gaan eten. En dat is niet een dieet. Want ik ging geen calorieën tellen. Ik ging niet minder eten. Ik ging niet met honger naar bed. Ik ging niet sporten. Dus ik ben gewoon gezond gaan eten. Omdat ik gezonder wilde zijn. En doordat ik gewoon... Op een gegeven moment dacht ik... Was ik zo moe en uitgeput dat ik er niet eens meer voor roodje kon zijn. Dat ik niet eens meer 7 uur, 6 uur 30 echt mijn bed uit kon. Omdat ik me zo fucking zwaar voelde. En je hebt geen idee hoe dat is als je het niet hebt gehad. Dus mensen met fibromyalgie en schildklier die kennen dit. Die weten dit. Die weten hoe het voelt. Vooral als je het niet ziet van de buitenkant. En ik ben gewoon nu, ik voel me gewoon gezond. En als mensen daardoor zeggen, ja, ik vind je toch echt te mager nu. Ja, guess what, ik heb nooit rondingen gehad. Het boeit me ook niet. Dus dat je me te dun vindt, ja, so be it. Ik ben niet, echt niet te dun. Ik heb echt een prima BMI. En ik voel me gewoon gezond en daar gaat het om. Dus het is gewoon niet oké om te bodyshamen. Of je nou 80 kilo bent of 60 kilo bent of 100. Het gaat erom dat je gezond bent. Oké, ik ga nu naar beneden. Ja, ik kom aan. Ik ging de hele tijd voor hem zingen, hè? Weet je hoe? Goed. En de tijd zo. En hij had, hij viel ook snel in slaap. Toen ik weet toch helemaal niet dat ik zat te zingen. En nu zong ik. Hello. En letterlijk elke zin die ik zong was en zo. Hij viel gewoon weg. Dan dacht ik, oh, ik ben echt zin, hè. Nou, heb ik even gedaan, hè. Actually, very not good, maar ik ga er toch voor. Kijk, nou even deze kippensoep met noedels. We zijn dus even buiten in de tuin, omdat Ahmed is even bezig. Hij wilde zo graag naar buiten. Dit is een beetje hoe het eruit komt te zien. Hij heeft de andere kant al gedaan. Maar zou je nou zeggen, want dit is op Etsy, volgens mij is van de, nou, als je het koopt, de kant-en-klaar is €200 of zo. Aan beide kanten ja, van het tachtig. Ja, groot. Maar dit is ook bij elkaar ongeveer. Zelf bedacht. Ja, dat is waar. Zo. Willen jullie hem even credits geven, dames? Hij is heel erg op zoek naar die credits. Dit is een artiest. Kan haar prijskaartje aanzetten. €200 is niks. Mama komt. Nou, dit valt al echt goed in de smaak. Hier ga ik nog wel wat overheen doen. Het ligt dus wel echt een beetje fel. Stickertje of zo. Maar hij vindt het helemaal leuk. Kijk hoe schattig dit is. This is going to give me a lot of time. To do van alles en nog wat voor mezelf. Hey Clarence. Is hij al? Oma. Is Clarence. Lekker slijm op je hoofd. Echt? Lekker. Lekker douche. Slijm. Squat. Hij is nog lang niet af, maar kijk nou hoe leuk. Ik ben helemaal trots op mijn man. Kijk wat hij heeft gedaan. Hij heeft gewoon dit van Ikea gepakt. Dat is zeg maar waar die plank mee op steunt. Een gat ingemaakt. Zodat het dingetje hierin kan. Ik denk zo'n demonstratie. Kijk hoe trots hij is. Ik ga fucking trots. Zodat hij hiermee kan spelen. Echt. En oude sleutels. Wat niet meer nodig zijn. Dit wat je kan trekken. Lange korte kan maken. Echt leuk, schat. Kijk. Ik zie al dat hij helemaal obsessed is. Het komt allemaal door TikTok. Is het zo? TikTok is echt... Nee, dit niet, maar ik heb wel heel veel van dingen gehad. Echt leuk. En dit dan, die bal? Dat vind ik zelfs leuk. Normaal gesproken slaap ik nu, want het is inmiddels 12 uur bijna. Maar ik moest nog voor een campagne van morgen, moet ik voor 12 uur inleveren. En wie is er ook alweer last minute met dingetjes? Moi. Ik heb aan één kant trouwens, dat moest voor deze campagne, heb ik luxe producten gebruikt. Dus echt high-end producten. En dat geldt echt voor, nou de basis niet trouwens, want het gaat voor oogschaduw, mascara en lipgloss. En aan deze kant heb ik een budgetversie gebruikt. Ik zie eigenlijk niet eens groot verschil. Maar ik moet zeggen dat ik wel wat fijne productjes heb gebruikt hoor. Deze gloss van Pat McGrath in Flash Astral is echt top. Die is aan deze kant van mijn gezicht. Maar daarnaast had ik Douglas eigen merk gebruikt en dat is... Glorious Gloss. En dit, gloss, jeez. En dit is in Nectarine. En die is ook echt heel erg mooi. Het is aan die kant. Maar
En ik ben vandaag voor echt bushy brows gegaan. Laatst ook. Ik denk, ik ga nog een poging doen. En deze keer vind ik ze wel mooi. Wat vind jij van mijn bushy brows, trouwens, schat? Kijk, deze. Ach, maar het is hier ook. En hij zou gaan editen, maar ik heb voorgesteld om dat lekker morgenochtend te doen. Dan ga ik morgenochtend het even snel editen. En dan doet hij de puntjes op de i meestal. Omdat ik het niet zo heel leuk kan editen. En hij wel. En, ach, kan je wachten om dit eraf te halen. Maar dit is dus mijn nieuwe haarkleur. Let even niet op de pluis en zo. Maar dit is mijn haarkleur. We gaan de volgende keer, denk ik, iets blonder. Maar ik wilde het echt, gaan voor de kwaliteit van mijn haar. Dus we hebben aan de onderkant hebben we eigenlijk niet gezeten. Behalve dan dat we puntjes geknipt hebben. En ik heb boven dus een beetje highlight gedaan. En als het goed is, heeft ze dus een toner gedaan. Of ik heb gedaan, zij heeft het gedaan. Dat is wat ik wou. En ik ga nu make-up eraf halen en lekker pitten. Dus ik zie jullie tomorrow. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik heb gisteren niet gevlogd. Ik was gisteren letterlijk een zombie. Echt, ik zag er niet uit. Echt een kringen, jongen. Gewoon zo zwart als ik weet niet wat. En elke keer dat ik mijn ogen dicht deed, dacht ik, oh my god, ik ga. En uiteindelijk weet ik niet eens wat ik gedaan heb. Weet je wel, het is echt zo'n rare dag. Maar goed, vandaag vloggen dus. Gisteren was trouwens ook echt dat ik dacht, nou, het is maar goed dat ik misschien niet vlog. Want gisteren was het echt zo van, alsof mensen hadden afgesproken, vandaag gaan we Dylan aanvallen dag. Mijn DM stond vol met haatreacties. Op YouTube had ik een paar haatreacties. En ik dacht echt, ga weg. Als je buiten op straat tegen mij ook niet zou zeggen, dan moet je het, vind ik, ook niet online doen. Want wat is het verschil tussen dat ik het lees en niet weet wie je bent? Dat is misschien wel het verschil. Dat is gewoon een stukje fatsoen, weet je wel. En gisteren dacht ik echt, waarom komen jullie? Iedereen is coming for me. Tranquilo. Maar goed, dat terzijde. Heerlijk schoongemaakt. Keukenkastjes weer helemaal ontvet. Ik wil het hier een beetje netjes achterlaten voordat we gaan. Hij doet zo. Yay! Ik ben helemaal in de war. Ik ging om 1 uur naar boven. Hier, schat. Ik ging om 1 uur naar boven om hem te laten slapen. Hij sliep niet. Het was inmiddels 2:30. Wat is een schatje? Wil jij een rijstwafel? Waar is jouw lievelings ook alweer? Ik weet niet wanneer Ahmed hem weer naar boven heeft gebracht en hoe lang ik heb geslapen. Kan een kwartiertje zijn, kan een uur zijn. En inmiddels is het 5 uur en hij heeft eigenlijk nog steeds niet echt geslapen. En ik kom naar beneden, het is donker, ik ben helemaal in de war. Het is hier nog steeds niet echt helemaal opgeruimd, dus dat ga ik nu even doen. Ik ga vandaag, ik heb laatst tijd zoveel onzin gegeten, echt pizza's, patat. Echt onzin gewoon. Ik voel me daardoor echt een stuk meer moe. Dus ik ga vandaag gewoon lekker fruitsalades maken. Ahmed had gejuiced, dus dat ga ik drinken. Misschien nog een broodje of zo. Oké, ik heb deze tas dus besteld van Zara. En ik bedacht me dat ik helemaal geen handige tas heb voor Roodje. Dus ik heb deze luie tas besteld van Zara. En ik hoorde er echt positieve verhalen over. En je kan hem zo personalizen. Wat ik ook leuk moet doen. Ja, mopje. Dus dit is hoe het eruit ziet. Met allemaal vakjes erin. Ik ga hem even openen. Kijk, je krijgt een verschoonmat erbij. Een apart tasje met nog 2 vakjes erin. Toch? 1, 2. En hij is best wel ruim, vind ik zelf. En hierin, dit is echt chill. Voor als je knoeit, is het gewoon heel makkelijk schoon te maken. Hier heb je weer 4 vakjes. Ik vind dit echt niet normaal. Hier luiers erin. Wipes erin. Rompertjes erin. Echt very, very happy met dit. Voelt ook niet normaal zacht. En volgens mij was dit iets duurder dan 60 als je personal 62 of zo, 63. Oeh, ik heb trouwens echt mega koud als je batterij is bijna leeg. Maar wacht, even een nieuwe batterij pakken. Oké. Oeh, ik heb het zo koud. Ik heb net de verwarming aangedaan. Roosje ligt op bed. Ahmed is even weg. Die is even lesminute toch nog koffers gaan halen. Ik bedacht me van shit, we hebben nog steeds geen koffers gekocht. Maar ik had een keer zo'n poll gedaan op Instagram. En daar kwam naar voren dat Rimowa en Samsonite echt, of Samsonite, hoe ik dat ook zeg. Dat die twee echt het beste zijn. En sommige merken ook dat die overhyped zijn, dat die echt super slecht zijn. Dus hij is nu even snel koffers gaan kijken. Gisteravond dacht ik echt, er heerst gewoon een vloek thuis. Ik heb zo een rare avond gehad. Ik dacht echt, het was zo vaag. Ten eerste,
Een beetje privéomstandigheden, niet heel positief nieuws. Ten tweede, dus ik zat al een beetje in zo'n vibe. En Roodje is weer keihard. Met eigenlijk van zo'n afstandje vanaf de grond, zeg maar, is hij weer met zijn tand tegen de grond aangekomen. En ik keek er nog naar. Hij speelde een beetje met karton, wat gewoon plat was. Dus hij was gewoon liggend aan het spelen. Dus ik zag daar helemaal geen gevaar in. En natuurlijk, als dat gebeurt, voel je er alles. Ik heb mezelf zo hard uitgescholden. En ik weet dat het ook niet goed is. Maar je voelt je op dat moment zo de allerslechtste moeder van de wereld. Ik voelde me zo schuldig. En op een gegeven moment ging hij dus huilen. Ik zag helemaal bloed in zijn mond. En ik werd helemaal gek. Ahmed was niet thuis. Oké, ik ben even in Roos zijn kamer. En ik ga even snel... Ik had nog wat t-shirts besteld van Zara. En die moeten even snel gewassen worden. Gewoon van die standaard t-shirts. En echt sommige gewoon dubbel. Die witte heb ik dubbel. Die donkere heb ik dubbel. En ik dacht nog, misschien kan ik het helemaal niet vinden nu. Gezien alleen mijn wintercollectie is. Maar nee, ik heb nog sandaaltjes gevonden bij H&M. En volgens mij, ik had nog zelfs een zwembroekje. Ik kan niet geloven dat het daar gewoon zo warm is. En ik wilde eigenlijk nog mijn nagels laten doen, maar ik denk dat ik daar geen tijd voor ga hebben. Dus ik ga het gewoon thuis zelf weer doen. Ik heb even de camera op zijn busyboard gelegd. Hey. Oké, ik heb deze broek besteld. Die vond ik wel leuk en hij is wel langer aan de achterkant. Soms heb je echt, dit soort broekjes zijn meestal zo kort, dat ik denk, ja, je ziet gewoon je bil. Als je het niet erg vindt, is het prima, maar ik vond het niet zo chill. Maar deze is echt lang aan de achterkant. Dit is de Levi's 501. Deze vond ik leuk, van Gina Tricot. Heeft zo'n hele leuke... De kleur is echt heel mooi, hè? En hij heeft een hele leuke soort twist hier. Dus deze gaat mee. Deze ga je even snel doorheen, hoor. Deze is een beetje aan de korte kant, maar ik vind hem wel heel leuk. Als je hem leuk weet te stijlen, bijvoorbeeld met een heel simpel wit t-shirtje of zo. Deze is hetzelfde als die groene. Deze komt me eigenlijk een beetje groot. Dus ik denk dat deze retour mag. En ik zag dat je ook ging... Ik heb nooit een XS, dus hij valt gewoon groot. Dus ik denk dat deze terug mag. Een zwempakkie van Roodje. Kijk jouw zwempakkie. Met lange mouwtjes voor de zon. Kijk. Deze vond ik ook erg leuk. Ik dacht, hey, ik zie een outfitje hoor. Ik zie een outfitje. Dit topje is heel simpel, maar dit topje... Deze broek en leuke sneakertjes eronder vond ik wel een leuke combo. Zo'n simpel broekje besteld. Gewoon chill. Voor Ro een petje. Wat is dit? Simpel hemdje. Nog een hemdje. Volgens mij heb ik bijna alles van Urban Outfitters, denk ik. Dit soort hemdjes, volgens mij heb ik hier... drie kleuren van. Er zit ook weer, ja, Urban Outfitters. Deze kleur vond ik ook heel erg leuk. Ook Urban Outfitters. Deze. Een topje van Bershka. Dit vind ik normaal gesproken echt heel mooi staan bij meiden met donker haar. Maar ik vind het bij blond altijd zo net wel, net niet. Dus misschien. Dus deze gaan we even checken. Allerlei snackjes gehaald voor Ro, voor in het vliegtuig. Dit is echt zo zijn favoriet. En hier baal een beetje dat hier palmolie in zit. Maar goed, je kan er ook niet overal op letten. Ik let al op zoveel dingen, heb ik het idee. Maar dit is echt, zie je... Wil je dit? Ja, hem op je. Oké, wacht. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik ben onderweg naar Amsterdam. Want Monica en Kai hebben opnames voor Temptation en ik ga make-up van Mo doen. Beetje de make-up van Kai, voor zover die dat wil. Ik ben wel positief wakker geworden, ben vrolijk vandaag. Ik heb even snel een super natural glam gedaan. Voor de rest, ik alleen maar nog meer zin in vakantie als ik dit lelijke weer zie. Weet je wat echt, als je mom life hebt, als je moeder bent, dan herken je dit meestal wel. Maar je kan dus niet echt, op een gegeven moment als je een kind hebt, dan kan je dus niet echt altijd naar keihard muziek luisteren. Weet je, gewoon, of gewoon muziek luisteren überhaupt, met oortjes in of wat dan ook. Want dan ben je weer bang dat je hem niet hoort.
als hij slaapt of wat dan ook. Dus in de auto heb ik altijd mijn concertmoment en dan ga ik volop los. Of ik luister een podcast of zo, maar ik ga dus even een beetje jammen in de auto. Vind je het mooi? Prachtig. Vind jij het mooi? Zullen we even een leuke foto maken? Goedemorgen. Wat voor dag is vandaag? Mijn kamer is nog zo koud. Ik heb mijn vlogkamer in de auto laten liggen. Het is vandaag zondag. En ik heb vandaag sliep ik tot en met 4:30. Daarin heb ik echt niet geslapen tot en met 7:30 ongeveer dat Ro wakker werd. Hij heeft eigenlijk ook niet echt meer geslapen. Toen heb ik Ahmed wakker gemaakt en zei, kan je even alsjeblieft? Ik moet even slapen. En toen heb ik geslapen tot en met 10:30. Bijna 11 uur. 10:50. 10:50. Maar goed, mijn rugpijn is dus weg, dus ik ben jou heel dankbaar. Dankbaar, dankbaar. Vandaag is het nog steeds een rotzooi, maar als het goed is gaan we dat allemaal wegwerken vandaag. En we gaan inpakken. Daar gaan we ook even langs mijn ouders en that's it eigenlijk. En we hebben een heel leuk pakketje gekregen in samenwerking met Arlo. Wij hadden al beveiligingscamera's thuis, eigenlijk een paar jaar nu. Maar vooral omdat we een keer, toen we mijn ouders thuis bij hun hadden afgezet, toen deden we de deur open en zagen we dat er ingebroken was. En eigenlijk vond ik dat best wel shocking om te zien. Dus gevoelsmatig hebben we toen een soort van beveiligingscamera's gedaan. Daar waren we semi-tevreden over. En het is gewoon puur, wat wil je dat dan met zijn PlayStation of zo. Maar, hey. Ja, en mijn mascara's. Maar wat ik zeg ook weer. Gevoelsmatig heeft het toch wel een prettig gevoel als je gewoon live af en toe mee kan kijken via je telefoon. Dus vandaar onze samenwerking met Arlo. Arlo die vroeg of ze beveiligingscamera's konden opsturen. Dus ik zei tegen Ahmed, dat hele technische gedeelte mag jij lekker doen. Vind je het wat? En hij zei, dit is wel een goeie. Arlo baby. Zo'n baby monitor. Die is wel heel schattig trouwens. En je kan hem ook anders aankleden. Jij hebt accessoires toch? Hier, ik kan een konijntje doen of een hondje. Dat hebben ze gewoon erbij gedaan, echt lief. Night vision, two-way talk, smart alerts, music player, air sensors, multicolored nightlight. Oh, dat is handig. Dat is ook een nachtlapje. Oh ja, dit is een video deurbelcamera. Ja, dit is een deurbelcamera. Ja. Right? Dit moet ik maar even zo doen, want... Miertje, ja, dus geef dat. Hem die andere dan. Waar? Hier mopje. Mag je eigen babyfoon, kijk. Oh, puppy character! Ja! Mopje. Calls your phone directly so you never miss a visitor. Wow, dat is wel echt handig. Even zonder grap. Tijdens borstvoeding geven zo denk ik altijd, is de bel nou gegaan? Echt? Dan kan je gewoon zeggen, ik kom er zo aan, 2 minuten. Oh, dat is bij mij standaard. Als pakketjes komen, vrienden zeggen, leg maar voor de deur, ik ben... Echt? Oh, dat vind ik wel echt een uitkomst. Ja. Top, want heel vaak geef ik borstvoeding en valt hij bijna in slaap en denk ik, shit, ik kan de deur nu niet openen. Want, dat vind ik echt toppie. Ik wil even kijken hoe knap ze zijn. En dan hebben ze dit. Dit is echt een hele goede. Nee, was je blij mee? Oh, die kan ik helemaal niet vastpakken. Ultra 2, spotlightcamera, 4K. Kan je ook voor buiten en binnen doen? Buiten en binnen. Oh, oké. Okay. Ophangen bedoel je? Ja. Oh, vandaar staat er water resistant. En de batterij gaat half jaar mee. Night vision, spotlight. Hoef je niet op te laden. Ultra wide field of view en 4K video. Nou, weet je wat? Anders ga jij dit even fixen en dan kan ik het straks even laten zien. Ik kan hierna geen karton meer zien. Maar ik heb iets besteld van Coolblue. Het kwam echt super snel, hè? Oh, dit is echt een super lekker snacktip van Jumbo. Dit is bananenchips. En je hebt ook een andere verpakking, maar in principe is het hetzelfde. En dit smaakt totaal niet naar banaan. Dit smaakt gewoon naar naturel chips. Dus echt niet normaal lekker. Even een tippie. Don't sleep on these. Ik heb hier voor Roodje een soort van platte falafel pannenkoek gemaakt van witte bonen en erwten en erwtenmeel en van wat kruiden en een beetje rijst. Ik moet even warm komen. Het is vandaag maandag en we hebben net een test gedaan, een PCR-test voor het vliegen. Ik heb inmiddels een koffer van Ro ingepakt, van Ahmed ingepakt. Nu ben ik dus mijn aan het inpakken en dat duurt natuurlijk het langst. Oké, ik heb hier achter mij even koffie neergelegd. En ik wil eigenlijk nog heel graag het huis opruimen en schoonmaken voordat ik wegga.
dat je thuis komt in een schoon huis. Ik had al gezegd dat mijn kleding had opgehaald bij de kledingmaker om alles te laten inkorten en zo. En ik had 9 dingetjes gebracht en alle 9 is echt perfect gedaan. Echt helemaal happy de peppy mee. Ga ik misschien nog even een paar dingen passen en kijken of ik dat meeneem. Nou, deze moet zwaar gestoomd worden, maar ik denk dat ik deze wel meeneem. Een jurkje aan de achterkant zit aan elkaar vast. En aan de voorkant is het open. Deze jurk is ook zo ontzettend mooi. Hij is alleen te lang, dus ik zou hem echt moeten laten inkorten. Maar deze is van Azuli. Ik zal hieronder even linken. Hij is gewoon prachtig. Hij is heel lekker luchtig. De kwaliteit is echt niet normaal mooi. En het is gewoon een next level jurk, vind ik persoonlijk. Dit. En dit vind ik ook een leuk setje. Maar deze broek zit wel echt best wel heel erg strak. Dus ik weet niet eigenlijk of ik deze broek ga meenemen. En zo ziet het eruit aan de achterkant. Echt wel een heel mooi topje. Dit vind ik ook heel leuk, maar hier gebeurt wel iets te veel. Dus eigenlijk als dit wat simpeler zou zijn, zonder het flapje, had ik hem wel leuker gevonden. Ik kan niet geloven dat ik echt dikke vette zomerkleding aan het inpakken ben, terwijl het super koud is buiten. Ahmed heeft even die app geïnstalleerd voor mij. Ziet er niet zo goed via de camera, maar ik zie nu wat voor bokkenzooi het nog steeds is. Maar ik zit hier op de bank, voor als je me kan zien. En ja, het is toch wel heel erg chill. Bij deze ga ik ook de vlog afsluiten en volgende week een vlog vanuit warme, zonnige Dubai. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week.